ga gewoonlijk voor een klantje. Mijn vleeskroket. Is het waar dat je een pizza ooit... Sorry mannetjes, eerste reclame. Afspraak is afspraak. Ja, normaal, hè? Frietcast wordt mede mogelijk gemaakt door Foodback, de Belgische maaltijdbox. Ja, kan toch niet alle dagen frit zijn? Ik ga gewoonlijk voor een klantje. Mijn vleeskroket. Is het waar dat je in een pizza ooit een kindje hebt gered? Stoofles dat erop maar in een potteke apart. Die scheiding was dat voor de operatie aan uw hart. Met die ajaantjes, wat een curry, was speciaal toch wat gezond? En na die uitspraak is die zaak dan netjes afgerond? Mag er zout op vragen, zelte. Ik ben dan wat verbaasd. Ja, want als ze het er niet op doen... Dan ligt het zout ernaast. Frietkast. Hey, wauw, met Peter de Pauw. Ja. Ik had ook even zeggen... Die begintune, dat blijft fantastisch. Ik heb hem nu 2 maanden niet gehoord. Wegens, ja, mijn podcasts maak ik, dus ik moet ze niet beluisteren. Nog eens 3 keer naar elkaar of zo. Ja. Hoe tof was dat eigenlijk? Ja. Om en dat te maken. Nee, het is effectief. Je wordt wel goed gezind als je hoort. Ja. Dus dat is... het is een blijver. Ja. Gelukkig. Hè, want heel vaak denk ik dat van die intro's, dat die opnieuw worden gemaakt. Van, we moeten hem actualiseren. Mm-hmm. Nee, we moeten iets nieuw doen. Ik denk dat we daar nog niet aan toe zijn. Nee, ik vraag me ook af of dat mensen dat ook al meezingen. Ja, tuurlijk wel. Zouden? Tuurlijk, ik zing altijd mee. Echt? Vooral mijn eigen stukken. Wat ik tof vind, is echt playbacken. Hè? Kun jij goed playbacken? Met die ajuintjes wordt een curry was. Want ik vind zelf, mocht ik het opnieuw kunnen doen, zou ik het volgens mij beter kunnen doen. Want ik ben nogal slecht in taal zo, of in uitspraken en zo. En ik vind dat hem niet zuiver genoeg is. Nou, met die ajuintjes wordt een curry was speciaal toch wat gezond. Dat is moeilijk, hè? Echt niet gemakkelijk. Oh, maar die zing ik wel zeker altijd mee. Oké. Wacht, ik ga even... officieel is altijd een inleiding van de gasten. Dus even... Ja, ik wil wel dat het officieel is. Het is dat, hè. Dus ja, welkom ook bij Frietcast, mensen die aan het luisteren zijn. Na een lange zomerstop is jouw favoriete podcast terug van weg geweest. Tijd om er weer in te vliegen met veel goesting en een verse lading gasten in het frituurmandje. Tijd ook om samen met iemand terug te kijken naar het voorbije seizoen, maar vooral om vooruit te kijken naar wat er gaat gebeuren de komende maanden. Mijn volgende gast blijft normaal gezien, wegens verlegen, liever achter de schermen, maar na lang onderhandelen heb ik hem toch kunnen overtuigen om langs te komen. Daarnet nog in de supermarkt en nu in de podcaststudio. Welkom, Herman Verbrugge. Amai, dankjewel, Peter de Pauw. Wat een fantastische intro, zeg. Ja? Ja, nee, tof. Dankjewel. Ja, dat is een beetje traditie, hè, lijkt. Want ik naar de supermarkt gaan. Nee, ja, dat ook. Daar ga ik ze best wel nog iets over te vertellen, trouwens. Oké, dat mag. Maar vorige keer heb ik toch ook het seizoen geopend, hè? Of niet? Nee, gesloten. Ik moet u teleurstellen, dat was Alex Agnew. En wat heb ik dan gedaan? We hadden toch zoiets gedaan samen. En dan op de gasten teruggekeken. Ja, dat was voor de kerstvakantie, denk ik. Ah, dat is echt lang geleden. Dat is echt al... Ja, dan ben ik helemaal blij dat ik nog eens mocht komen. Ja, en we hebben het wel op het einde van het seizoen hebben de eerste live gedaan. Ja. En daar waren jij wel mee. Ja, maar echt op de achtergrond. Maar je hebt eigenlijk niet zoveel gedaan. Nee, ik heb niet veel gedaan. Je hebt jezelf bescheiden opgesteld. Nee, maar het was ook Rob van Oudenhoven. En Rob van Oudenhoven, ja, de geraakte ook niet zomaar tussen. Dat gaat niet. Nee, dat is zo. Ja, uw gast staat ook centraal. Dus okay. Moet u aanpassen aan uw gast eigenlijk. Ja, dat is waar, Herman. Ja, dat klopt. Dus, maar ik wou even zeggen, de supermarkt. Ja. Wat is er gebeurd? Ja, je hebt toch gezien op mijn voorhoofd? Ja, je hebt een bluts. Ja, een wonde op mijn voorhoofd. het was... Eigenlijk was mijn vaststelling, als ik terug... Want ik was met een auto bij de Delijs. Mm-hmm. En toen ik terug in een auto ging zitten, denk ik van... Allee, wat was dat toch weer? Er is altijd iets in een Delijs. Dat is niet in de supermarkt, hè. Ik zal beginnen met het begin. Op de parking? Ja, nee, op de parking was ça va. Maar hier die wonde, dat komt dus... Op een bepaald moment was ik in de gang van de chips en de nootjes. En ik zoek... die zijn echt heel goed. Die zijn trouwens van het huismerk. Dat zijn de geroosterde... hoe heet dat? Gewone pindanoten met zout. Hè? Mm-hmm. Maar die zijn echt heel lekker. En ik kijk, en dat is omdat de huismerk... Huismerken en de 365, zo de goede kopen, die liggen, koopt, hè? Ja, die liggen beneden. Dus ik buk mij en terwijl ik mij buk, pint er zo een soort prijzenhaakje dat eigenlijk uit het schap steekt in mijn voorhoofd. Echt tot bloedens toe. Ja, maar hij kwam bloedend thuis. Ja, ik kwam bloedend thuis. En dat ding er gewoon om een soort prijs nog voor te schuiven van zo'n belachelijke nieuwigheid iets mee.
ik weet niet, iets mee gepoft, ik weet niet, iets gepoft vegan chips of zoiets. Echt, oh, toch niet weer vegan. Ja, zoiets, ja. En dus ik bons dat tegen, dus ik heb geroepen, want ik riep omdat het zoveel pijn deed. En dan heb ik eigenlijk uit frustratie, ik heb dat ding eraf getrokken, maar dat gaat eraf, hè. Dat is niet dat ik dat moest breken of zo, dat eraf getrokken en op dat schap gelegd. En ik dacht van, dat ga ik zelfs onthouden, even melden, want dat is echt gevaarlijk, als dat in je oog is of zo. Maar goed, dus dan verder. Het was niet alleen dat. Ook de speculaas was op. Dus de gewone klassieke speculaas. Maar gewoon leeg, hè. Echt leeg, hè. Ik kon zelfs geen alternatief kopen. Bij de spaghetti, de gewone... ik heb nu de dunne genomen. Ja, de spaghetti, gewoon spaghetti. De pottenspaghetti. Dus nu heb ik de dunne genomen. En dan was er nog... Oh, de koffie. Dus echt de klassieke, het meest klassieke koffiemerk van Vlaanderen. Allemaal uitverkocht. Alleen die pakken van een kilo, of wat is het, of een halve kilo. Dus dan heb ik ook weer een alternatief moeten kiezen. Maar dan was echt een dag niet precies. Nee. Dan onder kassa, dat was wel grappig. Want ik stond... Ik doe dan nu zelfscan. Zelfscan. En dan hebben ze nu, omdat er heel veel diefstal was bij de zelfscan, hebben ze de zelfscanzone, wordt eigenlijk bijna altijd afgesloten en moeten eigenlijk langs een kassa gaan. Dus je hebt al je gegevens in je kar, je hebt je zelfscan dingen, wat is het, je knuppel, je dingen, je scanner. Allee, die scanner? Ja, die legde op, hoe zeg je dat? Op de band. Ja. En de mevrouw die kassa 2 doet, die doet ook kassa 1. En 1 is een zelfscan. Je moet dat niet meer zelf afrekenen aan Nee, dat doet zij dan nu. Ja, dan is geen zelfscan niet meer, hè? Ja, jawel, want ik heb al gescand. Ja. Ik heb al gescand. Dat is eigenlijk, de meeste mensen doen dat nu. Je doet het al in de winkel en dan moet je alleen de apparaat afgeven. Dat is geconnecteerd met je kaart. Dus, en dan voilà, dan die mevrouw die... En, 1 kans op 3 is dat je natuurlijk gecontroleerd wordt ook. Dat gebeurt ook. Ik word altijd gecontroleerd. Ja, ik ook heel vaak. Hè. Dus wat gebeurt er? Ik sta met een buurman te babbelen. Er is mijn vrouw aan die kassa 1, die is bezig. Hè. Die heeft zelfscand en die staat aan die kassa. Ik ben aan het praten met een buurman achter mij. Oh, zeggen, hoe is het? Woont het nu graag en zo in Duiven? Dit en dat, hadden we een heel gesprek. En er komt zo'n zure madame. Ja, zijn jullie aan het praten of zijn jullie aan het wachten? En zo daar. Oei. Oh, oh, oh. Ik zeg, ja, wij zijn aan het praten. Zie jij niet dat ik gewond ben? Maar dat brilliant voor. Zeg. Ja. Nee, maar wij echt goed kijken van, wat is dit hier? Ik zeg, ja, maar er is toch iemand hier aan de kassa? Wij zijn aan het wachten. En je kunt aansluiten. Achteraan hebben wij ook echt zo gezegd. Maar zei, u hebt toch met de zelfscan gedaan? Die mevrouw, nee. Ik zeg, ja, dit is echt een zelfscan-rij. Jij wordt dan zo de expert. Ja. Nee, echt zo. Dit is wel de VIP. Dat is echt wel de VIP. Kassa, hè? Zo de lijze vrienden. En dat vond ik goed, omdat je zo zure mensen moeten een koekje van eigen deeg geven. En dat hebben we denk ik gedaan, samen met die buurt. Maar ik vond het heel fijn. Je moet niet... Allee, mensen zijn... Waarom zo zuurig zijn? Ik heb dat niet graag. En dan... Zij pas op, Petra. Het is toch niet graag in Deurne. Ja, maar die mevrouw, ik weet niet dat ze van Deurne was. Het was precies de eerste keer dat ze in die de lijst kwam. Ah. Ja. Enfin... En de laatste waarschijnlijk. Dan ga ik naar buiten. En dat wil ik nog heel even vertellen, want ik weet dat er niet zoveel tijd is in de frietkast. Maar jawel. Dus ik ga naar buiten en ik had ze al gezien. Dat zijn van die mensen die dan een standje mogen uitbaten in een de lijst. Ja. Ja, maar wat aan me daar aan stoort... En ik had het gehoord doel, bij... Goede doel, of? Ja, ik kwam binnen en ik hoorde... Ja, het is voor kindjes met kanker. Ja, dan denk ik... Ah. Maar dat is zo een soort marketingtrucje van als we het woord kind met kanker samenvoegen... Geloof je dat niet? Dan, ik geloof dat... Ja, nee, het gaat erover dat je op die manier moet dat niet promoten. Ik vind dat te... Ja, dat is bijna zo van... Ja, hier, vetse frieten of zoiets, dat mag, hè. Dat doet er niemand... Maar zo kindjes met kanker, dat is te gemakkelijk. Hij zegt van, mag ik even u aan? Mag ik u iets vragen? Wij verkopen een aantal spullen. Zeg je gewoon, dat is voor ja, kindjes met kanker? Ja, en die zeg dat heel een tijd. Ja, deze is voor kindjes met kanker. En dan zo... Ik denk, ja, dat doe je niet. Ik vind dat niet goed. Dat is eigenlijk een beetje Fernand Kostermans. Ja, en ik heb u al... Ik denk dat ik dat misschien niet ook al verteld heb, maar het is effectief zo... Mijn principe is, ik geef aan alles en iedereen. Ja, en we ik... hebben daar een familiale afspraak ja, over. Ik geef. Sinds de jaren dat wij samen zijn. Ik geef, ja. Jij geeft, ik ja. Geef niet. Nee. Omdat anders wordt het te duur. Ja, oké. Okay. Ja, te duur. Boah. Maar ook allee, die stiftjes en al wat. Ay, we moeten ja, maar ik doe het in principe doe ik het ik doe wel. Ik doe het niet, omdat ik weet dat jij het al... Ja. Jij hangt er altijd aan. Oké. Okay. En nu heb ik gezegd, ik ga... Ja, sorry, deze keer, ik ga het volgende keer doen, heb ik gezegd. Hè? Wat ook oprecht en waar is. En wat verkochten ze? Ja, ook weer terug zo van die zo pakjes met fluo-stiften, notitieboekjes, zo dat die. Maar ik vind dat...
doordat je op die manier je ware verkoopt, hè, door zo eigenlijk heel goedkoop reclame te maken, dat is echt goedkoop, dat is eigenlijk plat, hè, dat is echt, dat is plat, hè. Dat is ook niet mooi naar die kindjes met kanker. Kindjes met kanker. Omdat dan die twee dingen verbinden met elkaar, dan hebben we altijd prijs, dan verkoopt de goed. Dat. Ja. Nee, ik was het er niet mee eens. Dus dat was mijn avontuur eigenlijk. In de amai, zeg, je hebt vandaag al wat meegemaakt. Ja. Ik eigenlijk nog niks. En ik ben eigenlijk nog in de lijst gegaan, omdat we gezegd hebben, we gingen spaghetti saus maken. Dus ik denk, ja, ik moet wel verse tomaten hebben, toestanden, alles. Want het moeten niet altijd frieten zijn. Nee. Ja, maar dat de mensen dat ook eens weten. Nee, dus, maar wat gebeurt er? Ik kom thuis. We zijn allemaal met drieën. De jongste dochter, ons Billy, is weg. Ineens komen we tot de vaststelling dat Roos vanavond ook weggaat. Herfstontmoeting met de scouts, weekend. Dus we zijn met twee thuis. Ja, dan gaan we geen pot spaghetti maken voor 7 keer. Allee, dat kan wel, maar ik ga dat morgen doen. Hm. Nu gaan we het gemakkelijk aan. We beginnen stilletjes aan zo, Herman, naar dat ding te gaan. Hè? Het lege nest. Hè? Voelde je dat? Dat is toch? Is er hier iemand thuis buiten wij? Nee, maar dat, ik heb dat nog niet. Maar ik denk daar soms wel aan. Maar we hebben dat nog niet. Roos, onze oudste, is begonnen op kot te gaan. Ja. Twee schooljaren geleden. Ja. En ze is maar toch is dan toch terug naar huis gevlogen? Nee, nest in, hè? Uit het nest, hè? Ik probeer in beeldtaal te spreken. Ja, precies dat ze Gent niet meer binnen mocht. Ah, nee. Ze is veranderd van richting, maar ook ze vond dat dan toch, dat kot. Allee. Ja, ze vond het ook niet zo tof in Gent. Alleen voor haar. Nee, ze vond de richting hier leuker dan de richting die ze daar deed. Dus ze is teruggekomen. Ja. Maar ze mist het eigenlijk wel niet, denk ik. Ze heeft eigenlijk nog niet gezegd van, zou ik hier dan in Antwerpen? Nee, in het begin wel. Zo van, goh, toch zo alleen. Allee, zou toch tof zijn op kot en zo. Maar ik denk dat ze beseft dat dit toch een 4-sterren verblijf is. Ik vind dat wel straf, hè? Ja, ik had dat niet verwacht. Ja, dat is waar. Maar wij zijn ook geen moeilijke mensen, toch niet? Nee. En ze heeft de leeftijd ook. Je moet ook niet meer vragen. Of wij moeten er ook niet meer achter zitten van zich op tijd thuis en zo. Allee. Dat blijf ik wel moeilijk vinden. Ja, ik weet het, maar... Nee, vooral voor zo... Maar het is bij mij eerder zo praktisch. Van als die s'avonds weg zijn en zo s'nachts alleen terug naar huis komen. Als die zo mijn vriendinnen zijn of zo, dan vind ik dat niet zo erg. Maar als die zo alleen zijn... Ja, maar dat gaat blijven, hè. Allee, ja... Hoe bedoelde dat blijven? Ja, dat gaat altijd een beetje ongedust zijn. Dat zijn de mensen die naast u zeggen... Allee, maar dat is, als jij alleen moet terugkomen... Ik harder aan dan jij. Ja, ik kan dat gemakkelijk naast mij zitten, dat is waar. En ook zo de dingen van... Ja, zet je schoen in de living, s'nachts. Dan denk ik ook, ik ga toch niet s'nachts kijken of dat die schoen daar al staat. Ik ben maar mensen weten niet wat jij bedoelt, hè. De afspraak was, als je thuis komt, zet je de schoenen in voor onze slaapkamerdeur eigenlijk. Zo is het, ja. Eigenlijk is dat... En dat wij weten. Maar ja... Maar wie gaat dat nu nog kijken? Tenzij dat je s'nachts moet opstaan. Maar dan, voor de rest kijkt het toch niet aan je deur. Ja, maar ik denk wel, als jij zou opstaan om naar het toilet te gaan en je ziet die schoenen en zeg je, gerust. Zoiets. Ja, maar ja. Dat was eigenlijk ons systeem. Maar ja, dat is nu ook, denk ik, ook al niet meer. Ofwel. Jawel, ik zie dat toch nog die schoenen doen staan. Ja, ze doen dat. Nee, die nog. Vandaag zijn van mij. Ja. Oeh, weet zij is thuis. Ja. Nee, maar ja, kijk. Allee, ja, de lijst en zo, avontuur zich. Herman, hoe was uw zomer? Want ik vond het was een beetje een rare zomer voor ons. Ja. Bij mij is die heel raar begonnen. Mm. Ik moet dat misschien even vertellen. Ja. Ik was op weg naar Frankrijk, helemaal alleen. Ja. En plots helemaal alleen, omdat ik had afgesproken met mensen daar, met mijn ouders. Mm-hmm. Die gingen achterkomen. En plots is mijn auto stilgevallen op midden van de autostrade, op de Route du Soleil. Dat is niet de Route du Soleil. Ja, maar ja, de zon scheen, kom aan. Ja, mag ik dat toch zeggen? Ja, maar Route du Soleil is... Ja, dat is naar het zuiden. Ja, dat is eigenlijk aan de andere kant van Frankrijk. Ja, naar het, ja, de richting, andere kant dan. Ja, naar Parijs, richting Bordeaux. Ja, voilà. Ja. Op de A1, of hoe heet het? Heet dat zo niet, de A1? Nee, de... A20, want ik heb moeten bellen naar de A20. Is het ook geen stukje A1? Hè? Of nee, dat kan zijn dat dat niet is. Ik weet het niet. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar ja, voor mij was dat wel raar en... Het rare was gewoon, ik was alleen. En dat was voor mij heel speciaal. Ja, dan krijg ik telefoon van, ik zit dan hier in Pan. Ja. Maar je zit op 400-500 kilometer van mij. Dat is een beetje ambetant. Hè. Ja, ik kom me niet even Maar op, vooral wat daar eigenlijk de conclusie was, en ik denk van, hoe kan dit nu? Ondertussen de 60 voorbij, jij zit de 40 voorbij. Wij samen betalen wel 20, ik en al 30, 40 jaar, elk jaar verzekeringen. Duizenden euro's voor auto's, voor woningschade, brand van alles, stormschade, ik weet niet wat, familiaal. Alles is verzekerd. Ja.
En nu dat we iets aan de hand hebben, bleek, wat bleek er? Dat je dus niet, verzekerd. Niet verzekerd zij ja. voor, hoe heet dat? Dus je moet eerst naar de gendarmerie bellen. Ja. Zegt dat antwoordapparaat van de gendarmerie. Ja. Nee, van de verzekering. Ja. Dus ik bel en dan komt er zo'n meneer met zo'n een Renault R4'ke, zo met zo'n ja. driehoekje. Ja, ja, ja. En ondertussen bel ik naar België om dan te zeggen van ik ben in pannen gevallen en ja, moet getakeld worden, want ik krijg hem niet meer in gang. Dat is de bijstandsverzekering. De bijstand, ja. En die mensen zeggen, ah, ja, dat zal dan toch niet gaan nu, want jij bent sinds 2021, Herman was het, 21, zit jij daarvoor niet meer verzekerd. Ja, en dus wij dachten dat het wel was, om die heel eenvoudige reden. Bij mij is dat, ik heb een ander merkauto, maar daar wordt elk jaar bij uw nazicht, jaarlijks nazicht, wordt die verzekering bijstand verlengd. En van het merk. Bij u was dat ook. Maar bij u was het verschil... Dat stopte na 5 jaar. Dat stopte na 5 jaar. Zonder verwittigen. Dus zonder verwittigen. Heel plezant. Dus ja. Dus dan zitten we voor alles verzekerd. Alles. We hebben nooit iets voor gehad. Ik denk dat wij... Hebben we al ooit beroep gedaan op de verzekering? Misschien ja, de ziekteverzekering. Ja, maar... pechverhelping heb ik ja, wel al gehad. Ja, oké. Okay. Dat heb ik ooit... Maar ja, dan zijn de verzekerd. Ja, ja. En... Maar zo aan de grote dingen eigenlijk niet. Dus... Nee. Maar dan gebeurt er zoiets iets echt ernstig. Hè, want dit ging niet over een platte band of een batterij die ik weet niet af weet. Dat was niet meer wat dat was. Dat is iets heel duur. Het apparaatje of het systeem dat de benzine of de brandstof sproeit in de piston, in de verbrandingskamer. Piston. Zo heb ik dat gehoord. Echt, piston? Ja, je hebt dat zo in, een piston. Het ging naar boven en naar beneden. Gaat, het strafste, Herman, was ook. Ja. Dus dat moest, en die auto werd dan getakeld naar een garage, want dat is een garage van uw merk. Dichtstbij zijn de garage. En die was terug 50 kilometer naar boven in Frankrijk. Oh, verschrikkelijk. Dus de weg dat ik al had terug, afgelegd... Gewoon terugrijden. Ja. En dan was dat die mevrouw van aan uw kassa, zo die vrouw, zat daar achter de receptie. Ja. En die zei dan tegen mij van, ten vroegste, eind augustus kunnen we die herstellen. En we waren begin juli. Want het was moeilijk om volk te vinden en zo met verlof en zo. Ja, ze hadden geen mechaniciens. Dat kan toch ook niet, zoiets. Oh, echt waar. Ik heb dan zo in het Frans gezegd van een beetje goede wil zou wel echt tof zijn. Maar uiteindelijk is het dan toch goed gekomen. Ja, oké. Okay. Dus, het is inderdaad goed gekomen. Hè. Maar dat was wel een slecht begin. Ja, tuurlijk. Ja. Maar dat houdt u scherp. Ja. Dat houdt u scherp. En het is een goed verhaal. Als mens en als toerist. Dat is waar. En dan heb ik mijn hoogtepunt deze zomer beleefd, voordat jij aan je hoogtepunt begint, Herman. De Tour de France. Ah ja. Oh. Ja, dat heb ik dan gemist. Hè? Ja. Je hebt, iemand moet het geld verdienen, dat zei jij dan. Ja, dat was ik. Maar ik was in Frankrijk. Daarvoor was ik eigenlijk ook naar Frankrijk gereden. Ja. om dan in de buurt van waar wij op vakantie waren, naar de Tour de France te gaan kijken. Uh-huh. Beste moment van mijn leven. Ja, je hebt dat gezegd. Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen, bij de ambiance. Dat was zo... Het was super, super warm. De dagen ervoor was dat zo nog niet echt super goed weer geweest. Mm-hmm. En er waren eigenlijk ook heel veel Belgen. Allee, dat zou dan voor u misschien een nadeel kunnen zijn. Ja, oké. Okay, maar vooral de dingen, de reclamekaravaan. Ja. Ik had dat nog nooit gezien. Ja. Zo'n rijdende meloen van de Leclerc supermarkt. Fantastisch. En zo, en dingen dat ze dan zo uitgooiden, zo t-shirts en stilo's en bedjes. En gewoon, je wordt zo terug kind en je wilt dat pakken, ook al is dat rommel. Maar ik vind het wel tof dat ze zo wel wat echt wel leuke gadgets gooien. Ja. Dat er niet alleen maar wat snoepjes is. Zo nee, van, echt tof. Hè? Aftrekkertjes zo, in de vorm van een fietsje. Ik heb gezien, van tof, toffe dingen eigenlijk. Ja, ik vond dat ook. En kledingstukken ook en zo. Hè? Kleding ook en al. Hè? Of wat was het zo? Ja, een t-shirt, zo'n bolletjes erin. Dat was toch tof? Maar dat is een goede pietje. Misschien wel een afknapper als je dat naast moet liggen. Ja, ik vind het ook niet het mooiste, maar goed. Maar het was gewoon... Ja, ik had er dan ook een paar, dus als je dat dan aandoet, is dat wel echt... Ja, ambiance eigenlijk. Ja, ik had dat ook goed voorbereid. Ja. Want ik was dat stond dan in het boekje van de Aldi, een paar meter voor. Van die klapstoeltjes voor aan de kant van de weg te gaan zitten. Ja. Ik er dan 3 gekocht. En die heb je nu ten nutte gemaakt. Maar ik heb eigenlijk niet veel op mijn gat gezeten. Ah, natuurlijk want... niet. Want je staat hier al een tijd te kijken. En, En je wilt dan dingen vangen en zo. Ja. En waren de renners nog in... Waren ze nog allemaal samen? Of was allemaal echt... samen. Ja, dat is niet tof. Hè. Nee, maar dat was wel... Als die passeerden... Ja. Dan hoorde enkel zo... Ja. Die kettingen. Ja. En dat was, ik vond dat zalig. Ja. De enige dat ik herkend heb, was Mathieu van der Poel.
denkt dat je hem herkent. Nee, hè, gezien. Hoe dat? Omdat ik hem herkende, ja. Maar je kunt die toch niet herkennen? Dat is niet, ja, ik heb ze gefocust op iemand. Ja, maar die brillen en die dingen, je ziet, ja, jawel, dat kun je en die was aan het lachen. Ja, je weet toch welke truitjes dat die hebben? Ah, misschien wel, ja. Ja. En dan... Ja, ik ben wel ook een beetje daardoor een koers van geworden. Ineens? Ja, het was alleen een tijd aan de gang, maar nu nog meer. Oké. En dan het hoogtepunt, dan dat s'avonds, dan zijn we dan ook naar een opname, alleen een uitzending eigenlijk, van Vive le Vélo. Ah ja, natuurlijk, ja, voilà. En dat was dan ook op een plek in de buurt, in een exclusieve plek. Ja, een soort kasteel, gemeentehuis. Wauw, echt super tof. Ja, oké. Okay. Dus dat was zo een soirée Belge. Ja, ja, ja. Ah ja, en daarvoor, dat is waar, zijn we frieten gaan eten in de frituur. Welke? Friterie Chez Yvonne. Chez Yvonne, dat ken ik. Hè. Dat is een Nederlandse frituur. Hè. Allee, ja, allee, de vrouw is, de dame is Nederlandse. Ja. Ja. En, dus dat was echt een Belgische avond. En ze heeft ook Belgische snacks, ook wel, denk ik. Hè. Is hij niet, heeft hij niet zo... Dat weet ik niet. Ja, ik dacht dat wel. Allee, zo, dat was de eerste keer dat ik daar ooit eens heb gegeten, een kaassoufflé. Dat vond ik wel een goede ervaring. Maar ja. Dat is zo... Kaassoufflé is... Dat is een kaaskroket, maar zo... Die, ja, dat is aan zo de hol. Vorm. Dat is zo hol. Ja, aan de vorm. Maar wel lekker. Heel romig. Okay. Oh, ik heb er alweer goesting in. Ja. Maar over het algemeen heb ik wel weinig friet gegeten deze zomer. Ja. Ja, ik ook, zo, denk ik. Oh ja, als ik er niet ben, dan eet jij dat dan niet. Denk ik dat ook niet aan. Is dat waar? Ja, minder. Allee, jong. Nee, minder. En ik zal... En ja, ik weet, jij staat erop, of jij maakt een heel groot verschil tussen thuis frieten maken, hè, of frieten uit een frituur. Dat is voor u is dan de nummer één. Zo dat, ja. Dat, die is, maar, en bij mij is het eigenlijk, om eerlijk te zijn, is dat niet zo belangrijk dat dat van de frituur komt. Okay. Ik kan zo, ook als ik alleen ben, vind ik dat echt super tof, dat ik denk van, als ik er nu gewoon wat frietjes bij, hè, in de airfryer zo, ja, mensen zo, dan denken eigenlijk is een airfryer, maar dat is, voor mij is dat perfect. Oké. Okay. En ja, dan geniet ik daar net zo van. En ik denk, ik geniet er eigenlijk meer van, omdat ik dan het gevoel heb dat ik een evenwichtige maaltijd heb gegeten. En ik heb niet dat zware gevoel achteraf. Maar ik pak tegenwoordig curry wat speciaal, hè, voor die juintjes. Hè? Ja, ja. Zoals in de intro. Ja, ja. Ja, maar ja. Dan maak het wel gezond. Dan maak het wel gezond, hè. Maar nee, oké. Okay, maar ja, goed. Ja. Dus ik heb waarschijnlijk, weet je, ik eet sowieso regelmatig frieten. Maar zeker frituur heb ik niet veel. De zomer leent zich ook minder, vind ik, tot frieten eten aan een frituur. Zo dat hete pak. Ja, omdat pak, ik in het buitenland was. Die warmte ook. Omdat ik in het buitenland was. Is dat zo? Ja. Zouden jij, stel dat die frituur Yvonne dichter bij ons vakantieadres zou zijn, zouden... vaker frieten eten dan dat je het nu doet? Nee, omdat je daar toch die ervaring anders vindt, omdat die patatten uiteindelijk toch nog wel wat anders, anders zijn. Ja. Dus ja. Die drang daar heb ik minder, maar moest daar zo een Belgische frituur zijn, ja, dan zou ik zeker gaan. Oh ja, oké. Okay. Ja. Okay. En Herman, hoe was uw zomer? Gaan we het daar eens over hebben? Ja, het was een hele speciale zomer. Zoals u weet zit ik nu een beetje in de... Ik zag foto's met Dimitri Vegas. Ja, effectief. Dat is... kreeg ik dat doorgestuurd. Echt, hoe? Wat krijgen we nou? Ja, ja. Dimitri Vegas en Like Mike waren op het Fantasia Festival in Hammen. Dat is een mega, echt waar, een mega groot festival. Ik denk dat er ook zo 25.000 bezoekers komen. Het gekke is, zij bouwen daar denk ik 4 podia, waarvan zeker de mainstage ook... creatief ingevuld is. Allee, dat is echt een decor ook. Mm-hmm. Het zijn allemaal DJ's. Hè? En dan heb je verschillende podia. En naar genre toe. En het is maar één dag. Dat is het vreemde eraan. Het is een mega festival, maar één dag. Als je het dan over drop of eronder hebt, is dat wel... Dat is open lucht ook, hè? Dus ja. Stel, slecht weer, is het gedaan. Hè? Dan is dat gewoon een volledige streep door die rekening. Maar denk er is geen dat... enkele tent? Ik denk dat niet, nee. Ik zeg alleen maar buiten dingen. Nee, ja, dus ik denk niet dat er een... Ja, ik kan me vergissen, hè, want ik ben ook niet meer op het terrein gegaan na mijn act. Want de dingen wel, mijn roadmanager en zo, en dan de dingen zelfs ook, iemand dat me ook helpt. Er was wel wat volk en die zijn allemaal nog gaan kijken naar de anderen. Maar ik had, ik heb mijn rust ook nodig. En ik vond dat ook... Dat was wel het nadeel. Dat normaal, in de backstage, heb je kunt misschien zoiets wel lawaai horen van het podium en zo.
daar op Fantasia, sorry, die in backstage, die trilde, alles trilt daar. Van, ja, alles is daar. Alleen, dat is... Amai. Ja. Was dat het tofste festival? Ja, want wow. Ik weet niet of mensen dat nu weten, maar je hebt nu een DJ-act. Ja, ik heb een DJ-act. Radio Hallo heet dat. Dat ben niet ik. Dat is Mark Vertongen. Ah, ja, dat is heel leuk om mij daar achter te kunnen verbergen. Maar en... het is toch ook wel een grote Herman. Eigenlijk is het Herman Show. Hè? Ja, oké. Okay, maar goed. Je hebt gewoon een gestreept t-shirt. Ja, dat is waar. Maar het is dus Mark Vertongen die... een chocomelk of twee te veel uit heeft, heel goed gezind is en eigenlijk alles wat hem leuk vindt van muziek aan elkaar heeft geplakt, maar wel geniaal aan elkaar heeft geplakt. En dat is een act, dat is een DJ-act. En we hebben die dit jaar, ik denk dat hem, we hebben er 41 shows, waarvan dat we er nu al 3 of 34 hebben gespeeld. Amai. Allee, denk, als je dat is dit... wel echt ja. Uit zijn voegen gebarsten, hè? Ja, dat... Ja, eigenlijk wel. En dat Fantasia Festival is een van de grote. Die staat ook, want we hebben net een evaluatie gehad met ons team. Klinkt goed, hè? En ik geef sterren van 1 tot 5. Maar ook met 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, zo. Hè? Ah, en, ik heb, en zo heb ik die allemaal verdeeld. Ja, nee, gewoon. Ah, dat komma. Ja, omdat 1 ster is echt... Wat is 1 ster? 1 ster is dat het echt heel hard werken is. Dat je voelt van, ja, door omstandigheden meestal. Er is net te weinig volk om een echte goede ambiance te hebben. En het is misschien wat te vroeg op de dag voor dat publiek of zo. En dat je echt voelt van, ja, het is echt werken zo. Het is echt, echt werken. 2 sterren is ook werken, maar dan voelde dat al ietsje beter. Hè? Dus 1,5 zo. Dus hoe kan ik... En vanaf, het is eigenlijk vanaf 3 sterren is het, begint het... 3 sterren is ook nog werken, maar is ook u amuseren. Is ook genot hebben zo van, hey, wauw, er is een retour. En het heeft echt te maken met ik en het publiek en die interactie met elkaar. En natuurlijk, de 5 sterren zijn meestal ook heel grote festivals met heel veel publiek. Omdat je daar... Ja, meestal zit je daar ook juist geplaatst. Je zit op het juiste moment van een dag voor het juiste publiek. En ja, dat gaat eigenlijk vanzelf. En de mensen nemen u mee. Maar ik heb ook voorbeelden van kleinere dingen, met bijvoorbeeld kinderen. Maar ik heb ook een set voor kinderen waar ik met de muziek iets minder band heb. Maar als dat klopt, dat die kinderen compleet... Kinderen zonder ouders, hè? Dat is fantastisch. Pennenzakken ook, nog zoiets. Dat was voor, eigenlijk net voor de zomer, hè? Ja, zo op dat, is van het juni, dat is eigenlijk eind juni, hè? Ja. En dat zijn, daar komen, als ik me niet vergis, 25.000 kinderen naartoe. Dat wil dus zeggen dat voor uw podium staat er eigenlijk toch een klein sportpaleis van kindjes. Van kinderen van 11, 12 jaar, zoiets. Ja. En dat is echt ook fantastisch. Ik mocht het ook presenteren, dus ik had een set van, een ingekoste set van een half uur, om 4 uur of zo, een van de laatste. Maar daarvoor mocht ik dan ook de Camille's en de, ja, wat is het allemaal, in de... En de regie aankondigen en zo. Ja. Super tof, hè? Ja. Dus ik zeg, ja, dat is inderdaad wel veranderd in mijn leven, dat ik nu zo in een ander milieu terechtkom. Jij bent tussen echt artiesten, zo echt muzikanten. En... Ja, echt, ja. Of toch zeker zo de showbiz is dat. Dat is echt zo de showbiz, hè? Willy Sommers is meestal achter mij. Ja. Dus heel vaak is Willy Sommers een beetje headliner op veel festivals. Ja, heel vaak, hè? Headliner. Ik vind dat of, fantastisch. Zeker op de ook op grotere, want onlangs de Bolkesfeesten, dat was dan heel uitzonderlijk, was Willy Sommers net voor mij. Misschien met op de naam nog iets anders moest gaan doen. Maar hij was voor mij geprogrammeerd. Heel prettig. Maar vaak is hem achter... ik denk dat we elkaar al zeker 5 keer zijn tegengekomen of zo. Nou ja. Ja, gemakkelijk. En als we elkaar niet tegenkomen, ja, dan is er gewoon tussen mij en Willy Sommers zijn er nog 2 andere acts. Waardoor dat de tijd maakt dat we elkaar niet zien. Maar ja, nee, het zijn inderdaad heel vaak dezelfde. Zo die Pauline, wat is het, Camille, Reggie is meestal later. Dat is echt dan echt een van de laatste dingen natuurlijk. Omdat het kan. En Average Rob, Meteor minder. Hoe heet ze van, van de serie? Met Camille? Milo. Ja, met Matthias. Matthias die echt nu echt... De binkjes, waar alle meisjes op stonden te wachten. En die kom ik allemaal vaak tegen dan. Hè. Misschien moet dat verhaal eens van die jongen vertellen. Ja, dat is heel leuk. Verhaal. Ja, dat is een goed verhaal. Wij zaten eigenlijk bij elkaar... Matthias. Timmermans of? Ja. Zoek het eens op. Ja,
Maar ja, zoek, ga ik dat veel rapper opzoeken. Wacht, nee, want dan kan dus ik je hebt Like Me, dat is de telenovelle die ja. rond Camille draait. Ja. Hè? Zij groeit op bij een bakkersfamilie. Ja. En zij gaat ook naar een muziekschool. Matthias Mesmans. Mesmans. Ja, zie je, het was, voilà. Dat kwist het M.E. Ja, inderdaad. Dus dat is eigenlijk een... Hoe heet dat? Dat is geen soap, dat is een... telenovelle. Een telenovelle. Hij speelt daar de Bink, die jongen. Ja, maar een beetje ook. Hij is een leraar ook. Ah ja, maar hij is wel de hottie. Hij is want ik heb die serie ook gezien daar. En dacht ik van... Goh, ik vond hem wat jong om leraar te zijn. Ja, dat is inderdaad misschien dat klopt wel. Maar goed, en ik dacht van... Doe maar die gast, ja. Er is iets mee met die gast. En ik wist het niet goed. We kennen dat zo, hè, dat je mensen ziet. Dus wat blijkt... Nee, wij kwamen die eens tegen. En die is Vinder de Compagnie? Ja, en die deed zo'n knipoog naar u. Ja. En jij dacht, amai, die heeft wel wat zelfvertrouwen. Precies. Ja, die heeft zelfvertrouwen, die jongen. He, zo, oké. Okay. Maar voor de rest hadden we zo geen contact. En ik denk, maar wat is dat met die gast? Wat is dat? En ineens zijn wij tot de vaststelling gekomen ik heb ooit in een musical meegespeeld. Unidamo, de Ketnet musical, Studio 100 Ketnet musical. Ik was dan zo de bekende Vlaming die daar een rol in had. En dat was dan met kinderen. En hij was een van die ja, jonge, opkomende talenten. Nee, of gewoon kinderen eigenlijk. Mm-hmm. En ja, we zijn tot die vaststelling gekomen. Ja, en, maar hij wist dat nog, maar ja, ja, ik wist dat eigenlijk niet meer. Ja, die jongen is, ja, die is ook gegroeid, veranderd. Ja, dat is dat. Vroeger sprak die, nu spreek je, ik ben Matthias. Ja, oké, dat kun je niet meer. Dat is toch zo? Dat is enorm veranderd. En ook qua uit. Maar als ik heb foto's teruggezocht. En ja, nu dat ik het weet, zie ik het direct en weet ik het helemaal nog. Maar ja, tof. En als we nu elkaar tegenkomen, we hebben eigenlijk wel... ik babbel dan wel mee, dat zijn nou, echt zo'n heel jonge gasten. En ik zeg, allee jongen, jij bent nog aan de gang ontgaan. Houd je voet, wat op de grond en zo, kind. Hè. Maar nu hebben we zo enige... Nu is dat echt zo met knuffels en zo. Hè. Dat is echt zo, ja. Ja, maar nee, dat is echt zo tof. Maar ik hou ook wel van zo... Ja, maar je weet ook van... Met knuffels. Ja. Nee, hoe moet je dat zeggen? Zo van, goh, doe maar, dat is ook tof. Dat je support. Ja, ik support voor hem. Hij vindt dat ook tof, denk ik. En ik die jonge mensen, dat is vaak. Met die Pauline babbel ik ook zo, dat ik zeg, dat was vorig jaar. Ik denk, die had 50 optredens of zoiets op een zomer. Ik denk, hoe oud is die? Ook in de 20. Ik denk, man, ik moet... En Dingske, die ene jongen, de super sympathieke jongen, Michael Amani, de DJ. Oh, fantastisch, hè. Dat zijn dan van die types. Ook zo'n die komt die backstage tegen, zonnebrilletje op, dat daar opgeschoren. Je denkt, ja, daar ga ik zeker niet mee babbelen. En die gaat mij waarschijnlijk... Die gaat mij niet cool vinden. Die gaat op mij neerkijken of zoiets. Die gaat mij zeker niet cool vinden. Wat gebeurt er dan? Die komt aan tafel, doet zijn zonnebril af. Dat is de meest lieve gast dat er is. En die zegt, ja, kom me even voorstellen. Ja. En wat zijn... Ah ja, jullie kwamen vroeger... Ja, ik ken jullie, want ik kom uit een kermisfamilie. En jullie kwamen altijd bij ons... Al het vieskraam. Allee. Ja. Heerlijk toch. Tof, hè? Ik ga die ook eens uitnodigen voor de frietkast. Ja, die moet je uitnodigen. Echt, want dat is, een DJ. Ja, dat is echt een sympathieke jongen. Dat is jongen. Echt een DJ. En dat is iemand met een persoonlijkheid, verhaal. Een verhaal en een... Ik en denk een opgeschoren ook kapsel. Een opgeschoren kapsel en talent. Ja, ja. Dus ik wil daar eens meer van weten. Ja. Want mensen, wij zeggen nu die naam en waarschijnlijk, als je aan het luisteren bent... Nee, zoek misschien het. Misschien kent je hem nog. Hoe is zijn naam? Amani. Michael Amani. Michael Amani, zoek hem op. Ja. Dat is een waanzinnig populaire DJ. Ik ken hem persoonlijk. Nu zit jij zo bij de jongen. Ik leer jij wel zo nieuwe jonge mensen kennen. Dat raak ik ook wel. Ja, maar dat is effectief. Dat is toch wederzijds die appreciatie. Of ik voel dan ook wel de neiging altijd van... Ja, je bent gewoon enthousiast. Ja. En je ook, gunt dat mensen. Ja, dat en ook in een gesprek over met waar ze bezig zijn, om ze ja, misschien zelfs subtiel een beetje te waarschuwen. Zeg Herman. Ja, maar wacht. Ik wil het toch even... Wat wil je zeggen? Ja, omdat ik heb echt in de plaats van die gasten, ben al angst van... Als je zo jong, Petra, zo waanzinnig populair bent, waar moet je dan nog naartoe in je leven? Ah. Ik heb echt waar... Bij mij is dat ideaal gebeurd. Ik ben pas op mijn 40 jaar of zoiets ben ik bekend geworden. Hè? Daarvoor heb ik alleen maar gewerkt. En op je 40ste dan ineens, ja, je zit in een populair programma. En je kunt dat aan en je kunt dat plaatsen en dat bouwt zich op. Er zijn nu mensen die ik tegenkom, die op één jaar, hè, ja. Op één seizoen, hè, om maar over die Matthias te zwijgen, op één seizoen is dat ineens, die gaat naar de parking en er staan 30 meisjes die allemaal op de foto willen met hem. En die doet dat en die steekt er energie in.
Ja, al die mensen uit die reeks. Hè. Maar hou het maar eens vol. Wat doe je volgend jaar? Stel dat dat stopt en je hebt niet iets... Niet het volgende. Je hebt niet het volgende dat je op dat level houdt. Zo. Ja, en... Ja, mij lijkt dat toch een enorme... Ja, niet gemakkelijk. Ja, dan mag je niet bij stilstaan. Nee. Maar goed, dus ik heb altijd wel de neiging om daar ja, op een of andere manier toch iets over te zeggen of zoiets. Of ja, ik weet niet. Ja maar goed. Zeg, ja, Herman, ja. Voordat mensen hun podcast afzetten... Oh, ja. Want ja, je weet dat nooit, hè. Ik vraag me dat ook altijd af, hoe lang luisteren mensen? Ja, je weet dat niet. Okay. Maar misschien moeten we nu toch overgaan naar iets... Ernstig? Moet dat? Ja, nee, waar? Ah, nee. Naar iets? Kram. Oh ja, kram. Kram. Hij schiet bijna in een kramp. Ja. Maar het gaat wel binnenkort gebeuren, hè. Het gaat binnenkort gebeuren. Ik ga er niet te veel over zeggen, omdat... Waarom niet? Ja, nee, maar dat is misschien... Ik weet niet. Voor mensen dat niet nee, voor mensen dat interessant vinden. Dat, waar me nu overkomt, normaal gezien, als we een aantal jaren teruggaan, dan heb ik al nu gezegd, en jij ging daar ook hier mee, de zomer. Zeg ik van, weet zomer je, in de van zomer ons. Doe ik niet te veel. Ik ga misschien... Ik zit bij wijze van spreken heel de zomer in Frankrijk en ik kom, als het moet, twee keer terug. Ik weet, dat is begonnen met komen eten of zoiets. Dat als ik de stem moest de voice-over doen, dan kwam ik terug. Twee, drie dagen inlezen, op terug naar Frankrijk. En eigenlijk, de zomer was gewoon mijn seizoen en de vrijheid. Nu overkomt me dat met die DJ-act. Ik denk, ja... Als je nu voor je eigen zomer gaat en voor kiest om op je rug te liggen naast een zwembad, ja, dan mist je echt dingen die veel leuker zijn dan dat zwembad. Dus ik heb nu gekozen, ik heb ook aan de boeken gezegd van, ja nee, je moet met mij geen rekening houden met vakanties. Wat er komt, doe ik. En als er een week vrij is, dan neem ik die week vrij. En dat heb ik ook gedaan. Maar dus ondertussen, ik was bezig, maar... Begin november is de première van Kram. Dat is een voorstelling die ik zelf ga maken rond mij. Een theatershow, zeg maar. Ik had wel zoiets van, dat werd wel eens even tijd dat je dat eens ging doen. Ja, oké. Okay. Want ik heb al jaren gezegd. Maar ik ben super enthousiast over het idee. En ik ben heel blij dat de Fokke, dat is Fokke van der Beulen, dat is iemand die heeft me eigenlijk over die een drempel getrokken, die een drempel die ik kende en waar ik eigenlijk al wel over wou. Mm-hmm. Maar ja, je hebt dan toch altijd die moment nodig, denk ik, of de juiste moment en iemand die zegt, kijk, we doen dat, er zit een hele organisatie achter en zo. Maar goed, dus tussen enthousiast zijn om het te doen en eraan beginnen te werken, want we hebben al 4 try-outs gedaan. In september en oktober gaan we er nog heel veel doen. Normaal ging ik in augustus ook nachttryouten. We hebben in juli er 1 gedaan, of 2, denk ik. In augustus ook nog, want dat was eigenlijk te lang om het niet te doen, maar het is niet gelukt. Door planning en agenda en wat is het allemaal. Maar ik heb echt angstaanvallen gehad. En om, zo van... Ja, ik geloof daar enorm in, maar ik weet dat je moet een structuur hebben, je moet een... tussen try-outen en een voorstelling die af is, is een hele weg nog af te leggen. En je tijd is eigenlijk... Ik wil u niet relatief kort angst aanjagen, maar je hebt eigenlijk niet zoveel tijd niet meer. Twee want maanden. In november is de première. Ja, begin november. Ja, dat is november. Eigenlijk binnen 2 maanden moet hem sowieso af zijn, want eind oktober heb je, dat heet dan full try-outs. Dat wil zeggen dat je eigenlijk je voorstelling speelt zoals ze er uiteindelijk gaat uitzien. Ja. Dus met... als ze mochten decor zijn of attributen, met alles erop in de raam. En wat gaat het worden, Herman? Want mensen willen dat misschien wel weten. Wel, wat het tot hiertoe was of is eigenlijk een soort conferentie over wat ik leuk vind in het leven. En ja, uiteraard, ik vergeet daarbij zeker de kampioenen niet. Ik heb heel veel anekdotes ook over de kampioenen. Ik hoef die niet te vergeten, omdat en ik mag die ook niet vergeten, omdat mensen mij daarvan kennen. Maar niet altijd ten andere kant daarvan kennen, van hoe dat wij dat zien, het perspectief van waaruit dat ik dat zie. Omdat de kampioenen zijn in die mate groot geworden, dat ik ook vanaf ergens... half jaren 90, dat ik Herman Verbrugge, ineens met 2 was. Als ik buiten kom, ben ik Herman Verbrugge, maar ik ben ook Mark Vertongen. En dat is een heel apart leven wel. Ja, voor ons en, ook. Ja, en dat is ook voor mijn omgeving. Ja. En
dat krijg je dus als je als acteur door één personage heel bekend bent geworden. En dat hebben we met de kampioenen, hebben we dat sowieso. Er zijn er misschien een aantal die er dan ontsnappen, maar zelfs nu een Jacques Van As, die een heel veel gedaan heeft, volgens mij zet hij op straat en die wordt door 9 op de 10 mensen aangesproken als Fernand Kostermans. Tuur de Weert, denk ik, dat niet veel zal schillen. Dat zijn allemaal acteurs die heel veel gedaan hebben. Maar ja, ene keer een aantal seizoenen in een populaire comedy-reeks. En, ja, Arthur en Jacques zijn de grootste fans van de kampioenen. Ja, natuurlijk, dat weet ik. Ja, maar ik wil ze maar even plaatsen. Zo van, ja, dat het is zo, niet omdat ik heb ook heel veel andere dingen gedaan in mijn leven, maar ja, maar dit is wat mensen van mij kennen. En dat is heel tof. En ik ben heel dankbaar, hè, voor de kampioenen en voor alles wat ik daardoor heb kunnen doen. En nog altijd kan doen, want... Ja, kijk naar die DJ-sets, dat is, ja, heeft dat toch ook mee te maken. Maar dus dat doe ik. Ik vertel anekdotes, maar ik probeer ook, dat was wel het opzet ook, om, als ik dan de kans krijg om op het podium te staan, ja, om ook te vertellen dat ik in een Delhaize tegen een prijshaakje ben gelopen. En wat ik daar dan van vind en wat we er samen aan gaan doen. maar dat vind ik ook allemaal heel geestige dingen. En dus voorlopig heb ik eigenlijk... Ik denk, als ik die try-outs dat ik gedaan heb, die duurden altijd elke een uur, een goeie uur. En waren ze er tevreden over? Ik was van de... Ja, de eerste was te goed. Dat was in de Joker in dat Antwerpen. Was echt, daar was ik zelf bij. Dat was niet normaal. Ja, maar het was te goed. Ja. En dan meen ik ook dat het te goed was. Het was zo goed dat ik echt dacht van... Ja, dit kan niet meer stuk. En dat was eigenlijk een soort vals gevoel, denk ik. Niet helemaal vals, hè. Ik bedoel... Fokken had ook gezegd, uw tweede gaat veel minder zijn dan een eerste. Ik denk, de Joker, iedereen heeft er schrik van. Het is natuurlijk, de Joker is een fenomeen. Het is een, ja, is echt een de plek waar dan de stand-up comedians en anderen hun try-outs doen of hun nieuwe shows proberen. Nu, je moet daar geen schrik van hebben, want dat publiek heb ik zelf ondervonden. Dat omarmt u wel. Hè? Mm-hmm. Als er iets is dat interessant is voor die mensen, omarmen die dat. En dat hebben ze toen zo erg gedaan, dat het... Ja, mijn conclusie was, het was te goed. De Fokke, inderdaad, die dacht van... Nu gaat hij echt op een koude steen vallen. Die gaat echt pijn. Want de tweede was in West-Vlaanderen. Een brouwerij, triporteur. Voilà. En daar, die doen ook comedy. West-Vlaanderen, denk ik, oké, andere regio. Ik vond het heel leuk om te doen. Dat werkte ook wel, maar mijn gevoel was van, amai, hier was het wel echt hard werken. Achteraf heb ik de audio-opname ervan gezien of gehoord. Ze was niet opgenomen, denk ik. Ik denk dat, het was audio. En dan voelde ik van, als je terugluistert, van, ja, maar zo erg was het niet. Ça va, mensen waren wel mee, zo. Maar toch voelde ik daar waar dat de problemen nog zaten. Zo, dat is goed. Ja, het is niet eenvoudig om boeiend te blijven een uur laat staan, 1:20. Dan heb ik het nog gedaan. Degene die niet goed was in de Safe-brouwerij. Om waar dat lag, weet ik niet. Er was eigenlijk veel volk. De micro. De micro was heel slecht. De micro gaat moeilijk. Zo, dan is het niet comfortabel om te luisteren voor het publiek. Oké. Maar je mocht nooit... Ik ben de laatste om het op andere factoren te steken of daarbij te leggen. Maar toch, het was niet... Ja, daar ben ik tot de vaststelling gekomen van... Ola, het zal elke keer opletten zijn. Ja. En als jij live speelt, zijn er geen zekerheden op voorhand. En dan heb ik nog in Mortsel, dat is de Joker op reis, heet dat. Die doen dan op Fort 4 in Mortsel comedians, altijd twee of zo. Twee of drie, denk ik. Was samen met Johan Petit. Eerst Johan Petit, dan ik. En dat was echt een tribune met een klein 100 mensen op, of 100, of misschien zelfs meer. Ik weet het niet, was tof. Dat was zo, ja, ik was daar niet. Ja, stond dat in pannen. Dat was tof. En daar had ik dan weer terug. Ik dacht van, ça va, toch weer terug een goed gevoel. En nu, voilà, daar zijn we nu. De volgende is in Gent, volgende week of zo, of binnen 2 weken. Maar nu ben ik eigenlijk in de periode dat ik er terug aan begin te werken. Dat wil zeggen dat terug vastpakken, kijken van, wat ga ik er nu aan veranderen? Mm-hmm. En wat dat we nu gaan proberen, we hebben er samen over gehad eigenlijk zo. Dat ik heel tof vinden. Ja, dat eigenlijk, dat klopt ook wel dat ik op mijn best ben.
ja, tussen mensen en in interactie met mensen. Mm-hmm. Wat in een wat groter theater zeer moeilijk is, om dan krijg je die klassieke gesprekjes met de eerste rij. En ik ben eigenlijk nu aan het zoeken, of ik, allee, nu zitten we even, het kan zijn dat dat volgende week weer helemaal iets anders wordt. Maar nu ben ik eigenlijk op de piste aan het werken, aan het denken van, kan ik de dingen die ik wil vertellen, kan ik die verpakken? Of kan ik die afwisselen met gesprekken mensen, met het publiek? En ik denk dat dat heel leuk kan zijn. Ja, ik denk dat ook. Omdat Kram, de ondertitel van Kram is, ja, bekijk het eens van de andere kant. Hè, zo, je kunt op verschillende manieren naar de dingen kijken. Zo simpel is dat. Mm-hmm. Je kunt daarop een, hè, we zeggen altijd van, joh, maar voor u is het leven zonnig en zo, dit en dat. En ik denk van, joh, maar dat is misschien ook ja, omdat ik zo kijk naar het leven. Ik begin met het positief, ik begin niet met het negatief. Zo. En ik denk dat er echt verschil is in mensen en dat je daar zo van elkaar ook wel wat kunt leren. Ja, maar zo ook van de mensen zelf. Allee, ja. We hebben dat in de vorige podcast ook al eens over gehad, ja, als wij samen deden. Mensen weten van u bijvoorbeeld niet dat je accident hebt gedaan vroeger. Dat is, ja. En dat was ook een bedrijf, gestond, nee, om een bedrijf de mensen waar die, dat jij ja, animatie... Ja. Dat klinkt zo alsof dat je Pipo de Clown waard op bedrijfsfeesten. Nee, wij maakten act, maakten theater, wij maakten act voor bedrijven. Maar dat was ook tussen de mensen. Ja, zeker. En je hebt... Allez, vaak ook als iemand met u op de foto wil, ja, dan zet jij wel altijd redelijk alert hoe, ja, dat je reageert en zo. Ja. Dus ik vind dat wel uw sterkte. En ik denk ook dat dat de weg is dat jij moet bewandelen, ja, ja, met die show. En ook mensen zijn ook op zich, vind ik ze boeiend ook. En ook als je eerlijk bent aan mensen, zijn ze zeker boeiend. Dus en iedereen zit humor. Iemand die met u praat en waar je zegt van, alleen maar, ja, inderdaad, wat voor, ja, ik vind uw kapsel wel heel apart of zoiets. Mm-hmm. Dat je er eigenlijk, dat je er niet mee lacht, maar dat je kunt peilen van, ah, maar die mens kan dat wel aan of, ja, zo. Dat is die zijn of haar persoonlijkheid. En ja, ik denk ik wel durf dan een stap verder te zetten of mijn idee daarover te geven. Dat is eigenlijk plezant. Dingen zeggen die andere mensen dan ook denken, maar uiteindelijk gaat dan die mevrouw of die meneer ga mij toch misschien van wederwoord dienen. En dan krijg dat is ook spannend, hè? Voilà, dan krijg je een verhaal en dan krijg je echt een interactie. En niet zo leuk dan naar een theatershow gaan of naar een concert, of maakt niet uit, en voelen dat de artiest of artiesten op het podium hier en nu daar zijn. Ja. En gebruik maken van het hier en nu. En zeggen van, ja, als dat een roze plafond is, dat die iets zeggen over die roze plafond. Mm-hmm. Als dat een meneer zit met een paarse cowboyhoed, dat ze er iets over zeggen. Het zou raar zijn, moesten dat niet doen, hè? Ja, maar je kunt dat doen. Je kunt perfect, wat ik beoog, kun je perfect doen met de zogenaamde vierde wand. Er is niemand voor mij. Ja, ja. Ik zie geen publiek, ik speel. Alhoewel, dat, nee, in hetgeen dat ik doe, kan dat eigenlijk niet. Maar het is wel moeilijker, denk ik, zeker als het grotere theaters zijn, om naar die interactie te gaan zoeken. Omdat dat publiek zit natuurlijk allemaal achter elkaar. Gaat u zaal vol zitten, Herman? Ja, ik heb er geen idee van. Ja, dat, moet, ja, dat, ja, dat is nee, wel dat spannend weet, eigenlijk. Ik vind dat wel spannend, ik wil dat daar mensen echt, komen. Ja, en daar wil ik dan echt nu niet mee bij, omdat jij ook veel te spannend vindt. Maar ze mogen wel komen. Ik mag wel bijvoorbeeld in de podcast... Zeggen? Onder de podcast zetten van kom... Allez, ja, ja, natuurlijk. Kom af, hè, want dat zou ik ook wel tof, ja, vinden. Ja, er is een speelkalender vanaf... Dus 6 november is première. Dat is wel in de... Adenberg. Ja, ik kan het. Okay, dat, in de, ja, grote zaal. Ja, dat is echt, voor mij is dat... Allee, bedoel, ja, voor mij is dat is echt wel iets. Ja, dat is echt wel iets. Maar het laatste dat we daar gezien hebben was Joep van het Hek, hè? Ik wil u lat nu niet... Nee, en ik heb... Ja, pas op, nee. En de laatste eens... keer... Nee, dingen. En fractie van een seconde. Ja, dat was ik niet wat u zei, zat die helemaal vol. Ja. Dat is ook 800 man daar, hè. En ja, ik moest daar iets presenteren. En ik heb daar wel gebruik gemaakt, want ik was de eerste die opkwam die avond. Ik moest aan mensen... En de zaal zo al eens uitgetest. Ja, ja, zo even voelen. Ja, en dat is effectief, ze zeggen dat. De arm, je hebt theaters van 800 die eruit zien als een zaal van 800. Neem nu Elkerlik bijvoorbeeld, ja, in Antwerpen. Dat is gewoon één lange, even tribune, afgeleid naar boven. Dat is zo wat schrikwekkend. Bij in de Arenberg heb je niet de indruk dat je in een zaal van 800 zit. Omdat dat is met balkonnen en mee. Ja, dat is zo gezellig. Ja, dat is gezelliger. En ja, mooi ook. Heel mooi, ja, ja. En moesten ze lachen daar al? Allee, bedoel... Wie? Ja, ik weet niet. Je zegt dat je de Arenberg uitgetest. Ja, ja, ja. Ik, jawel. Dat was, ik weet niet wat, maar ik had al iets voorbereid en dat pakte. Ik weet niet meer wat het was, spijtig. Want het ging over... Ja, het was USA Foundation. En het ging over... Goh,
ja, bloedtransfusies en ja, hoe daar anders mee om te gaan en zo. Allee, maar het was echt iets ingewikkeld wetenschappelijk. Maar daar moesten ze zijn geld voor hebben. Mm-hmm. Maar ik weet niet wat ik had dan wel dingen voorbereid. En, ja, het is ook, Herman, je doet jezelf ook een beetje aan de korte deadline, want ja, in theater, normaal gezien, is dat je bedenkt het, je wilt het gaan doen, maar dan is dat niet voor hetzelfde jaar nog. Je hebt het eigenlijk ook wat versneld, je proces. Ja, en dat is dan nog eens Fokke van der Meulen, die dan zegt, als ik dan mijn angst uitspreek en vind dat allemaal wat te snel moet gaan en zo, dan zegt hij, dat is wel je eigen schuld, want de bedoeling was van ergens in 25 of zo te beginnen, op het einde van 25. Maar ik heb toen gezegd van, als ik nu ja zeg en de première is binnen anderhalf jaar pas of binnen twee, dan doe ik het niet. En dat was echt, maar dat is ook zo. Ik kan dat niet aan. Maar dan zouden misschien toch ook niet in actie schieten, zo nu al of zo? Nee, maar jawel, want dan zouden we kunnen, dan zouden we ook al wel try-outs kunnen doen en dat echt laten groeien rustig. Nu moeten echt wel soms iets sneller of een versnelling overslaan, toch wel. Ja, ik denk dat wel. Ja, maar dat is ook goed, hè. En ik denk, ik heb het voordeel... Mijn voordeel is natuurlijk, ik kom niet uit het niets. En dit is een soort voorkennis, dat is een voor- en een nadeel. Maar mensen die... Ja, mensen hebben ook wel een verwachting. Ja, mensen die komen hebben een verwachting. Maar ze weten ook naar wie dat ze komen kijken. Maar ze weten niet wat ik daar precies ga doen. Het is een soort nieuwsgierigheid. Maar ik denk dat je wel zo dat voordeel hebt. Wat ik ook bij die DJ-act heb, hè. Als ik... Mocht ik onbekend zijn, zeg ik, oh, ik ga iets grappig doen en een grappige DJ-act en met wat dat buiten en zo. Pff, ja, er zit niemand op te wachten. Hè. Of dat is leuk, maar dan moet je dat bewijzen, dan moet je dat opbouwen. En ik heb nu, ja, ik heb het geluk natuurlijk, dat ik ineens op die grote plekken kan komen. Ja, ja, dat is het. Ja, maar dat is direct zo, bij u is direct altijd zo serieus. Alleen serieus in het leuke, hè. Maar, allee, ja, maar ik sta daar ook een echt... Een ander moet dat zo... Ik sta er echt op te kijken. Ik sta ook op deze zomer en op die plekken waar ik stond. Ik sta echt, geloof me, met open mond te kijken. Okay? Nou, wat gebeurt mij hier? De Bolkesfeesten, ik vond, weet gewoon, het is Willy Sommers geweest. Er staat dan 1000, wat is dat? Is dat 1000 man, 2000? Ik weet dat niet. Wat stond er op dat, die al dat pleinstof vol, de grote markt? Maar eigenlijk wat ik dan het meest fantastische vond, dat is, er staat een groot podium op de grote markt. Achter dat podium is er een soort privébar, zeg maar, voor crew en artiesten. Hè? Degene die het paarse bandje hebben, of wat is, of het geel bandje. En... Dan dacht ik echt, ik heb dan een bolletje gedronken, ik heb er wat gebabbeld met mensen. Ik dacht, maar zie mij nu. Mm-hmm. Dus op de grote markt, ja, dat is echt gewoon op een exclusieve plek. En misschien moeten dat zo niet zien, maar ik zag het wel zo. En ik van, dat vind ik echt geweldig. Ja, ik vond dat wel ferm. Jullie waren er, mijn familie was er, stond in de... Ja, dat hadden wij een beetje als verrassing geregeld. Ja, een beetje verrassing. Maar oké, goed. Het is natuurlijk... Want eigenlijk heb je nooit echt graag als er mensen zijn die je kent. Nee, en ik had het gevoel ook hier dat ik niet voluit ben gegaan. Dat was niet. Omdat ik, als er familie is, ga ik ook niet voluit. Want dan ben ik wel verlegen. Terwijl, ik hoef raar, er niks... He? Het is ook Mark Vertongen, dus ik hoef niet verlegen te zijn voor Mark Vertongen zijn plaats. Maar het ambetante niet zijn, ja. Word ik dan op dat moment ook wat Herman? Of nonkel Herman? Ja, maar je kunt niet gespeeld. Je weet van, ik sta hier in de vermomming van... Ik sta hier aangekleed als Mark Vertongen. Maar zij zien mij. Maar zij... Ja, ik ben dat wel. En ik beslis als die Mark Vertongen, ik weet niet waar, iets onnozel doet met zijn vingers, of die stond met zijn buik bloot te dansen, of ik weet niet waar, of die doet een rare beweging. Ja, iedereen weet natuurlijk, het is Herman Verbrugge dat de opdracht geeft aan Mark Vertongen om dat te doen. Hè. Dus je kunt je verbergen achter dat personage, maar uiteindelijk... Maar heb je dat ook als ik kom kijken? Iets minder, denk ik. Iets minder bij u. Bij u is dat minder. Roos en Billy of zo? Bij u is dat minder. Het is, nu was dat de Jacob. Elisa, mijn broer. Echt zo. Patrick van New York. Speciaal van New York. Ja, maar... Ja, en dat zijn dan mensen die dicht... Ik weet niet wat dat is. Ja, ik heb dat bij jou altijd zo. Maar dat viel wel niet op. Nee, oké. Okay, ça va. Gelukkig. Maar ik mag ook zo'n beetje... Ja, ingehouden zijn. Ja, maar dat is raar eigenlijk. Ja. Hè? Maar pas op, ik heb dat ook wel, denk ik. Zo, als iemand van je familie er is. Ja, dan wordt dat ineens concreter, dat publiek. En dan, een publiek kan abstract zijn. We waren ook echt goed van voor gaan staan. Ja, dat wel. Je stond echt in mijn vizier. Nee, maar een publiek kan gewoon... Je kunt een publiek, als je op Pennezakkerok bijvoorbeeld, dat zijn dan duizenden kinderen...
Maar dat zijn gewoon duizenden kinderen. Dat zijn niet mijn kinderen of zo. Mm-hmm. Of ook niet de kinderen van mijn broer. Of zo. Dat zijn gewoon duizenden kinderen. En dat heeft een soort abstractie. Maar vanaf, als je die allemaal kent... Ja, dat stond het toch wel voor een andere groep, vind ik. Allee, of dat is een andere... Ja, dat is anders. En ja, daarom. Zeg maar, ik wou ook nog even zeggen over je kram. Ja. Fokke was wel onder de indruk... Van je structuur. Ja. Je hebt zo op een Izumo-bordje. Ja. Ja, maar ja, dat bordje heb ik... Ja, en speldenkopjes, zo allemaal zo... aanleidingsjes of zo afgeprint. Ja, dat zijn de verschillende onderwerpen. Ja, de verschillende elementen van de show achter elkaar. Hè. En daar kun je dan zo'n beetje mee veranderen. Maar wel, allee. Ja, als er geen structuur is, dan zit je ook niet professioneel bezig. Ik ga niet... Je kunt toch niet zeggen, het is try-out. Weet je, ik zal wel zien wat ik kan vertellen. En je springt op dat podium. Maar zo werkt het niet. Want dan zit je niet aan try-outen. Dan zit je eigenlijk... Dan zit iets aan het doen. Je speelt wel, maar dan zit je niet aan het werken aan iets. Als je aan iets werkt, moet je dat iets eigenlijk analyseren. Moet je dat bepalen. Wat is dat? Wat wil ik doen? Hoe moet dat eruit zien? Wat is mijn ideale... wat is mijn ideale programma? En dan probeer je dat. Ja. En door te proberen kun je het wijzigen. Maar dan is weer de regel, blijkbaar... Ja, je moet het 3 keer proberen voordat je het wegsmijt. Maar als het die keer niet werkt... Kan ik het zeggen, andere keer wel. Het is niet gemarcheerd, kom, smet maar weg. Nee, je moet het dan nog eens proberen. Pardon, op een andere plek. Ja. Dus ja. Ja. Ja, wordt spannend, hè. Oei. Ja, ik ben een beetje verkouden. Verkouden? Ja. Dus dan moeten we het ook... Willy Sommers had een badjas na zijn optreden. Ja. Dat moet jij misschien ook hebben. Hè? Ja, en ik denk maar dat... Je hebt echt een kou gepakt, denk ik. Ja, maar ik ga dat niet... Je moet wel niet zingen. Nee, maar ik weiger het ook te steken op een heel fijn moment. En dat was op Rijverts Festival. Dat is nog zo'n echt graaf festival. Mm-hmm. Rijverts, dat is zo'n heel grote tent. Ik denk dat er dan 2000 man in kan of zo. En ik heb er vorig jaar al gespeeld. En die hadden mij teruggevraagd. Wat ik heel prettig vond. En... dit jaar, de set is ook veel beter. Dus we hebben ook gewerkt aan de set. Het ligt veel dichter bij mij, bij wat ik leuk vind. Het is ook veel verrassender. Het gaat ook zo hard. Het gaat ook wat harder dan dat je van Mark Vertonghen verwacht. Dus dit jaar was dat echt mega goed. Ik was daar heel blij mee. En om maar te zeggen hoe professioneel dat die zijn, dus die stage manager of zo, die man die daar dat is een mega podium dat beheert en de op- en afbouwbureau en zo. Die had dus, die zei, moet je een handdoekje hebben? Ik zeg, nee, maar ze zei, ja, maar ik heb speciaal. Ik zeg, speciaal, dat wil ik wel eens weten wat dat is. En dus zijn ding was, die maakt badhanddoeken lichtvochtig en dan stopt hij die in de koeling, waar dat ook de waterkjes liggen en zo. En na het optreden, dan zit je echt zo helemaal verhit als je eraf komt, zo in het bezweet. En dan krijg je zo'n cool handdoekje. Ja, maar dat is echt wel heerlijk. Maar het zou kunnen dat ik gewoon daardoor iets heb opgeschaafd. Maar ik weiger dat daaraan te wijten, want dat zou wel heel spijtig zijn. Je hebt wel echt over dat handdoekje, heb je wel echt een paar dagen gebabbeld. Ja. Dus het was een grote geluk eigenlijk. En wat heeft de lat gedaan op de Bolkesfeesten? Die heeft, voordat ik begon, een handdoekje bevochtigd en die net dat dicht. Echt? Ja. Oh, dat is wel tof. Dat is wel tof, hè. Ah, en was ook even cool. En dat moet niet, want dat is zo precies dat ik dat dan... Maar dat is gewoon heel fijn. Ik moet... je moet voor iedereen werkt natuurlijk voor zijn geld, uiteraard. Maar ik moet toch zeggen, ik ben 61 jaar, ik heb gespeeld om bijvoorbeeld al niet dingen te noemen, pennenzakken ook, dagen van 30 graden en meer. Als je dan... Ja, je staat ook niet stil, hè? Nee, als je dan zo'n energieke acto... Dat is echt wel... En dan moet ik op zo'n dagen, als het zo heet is, moet ik echt voor mezelf zeggen, kom, Herman, ietsje minder. Kom, minder. Want zelfs, ik heb gewoon schrik dat ik misschien niet gewoon krijgen. Of dat ik het niet meer aan kan. Ja, dan zit ik hier. Ja, stel je voor. Oh, zeg jij. Dat zou wel mooi zijn, hè? Wat op podium? Sterven. Zodat jij liefst op podium sterft? Ja, nee. Ja, maar je kunt dat put wel beter. Put your hands up. Put your hands up. En dan is het kwak gedaan. Op de grond op. Ja. Nee, dat laat het uit. Nee. Want op podium is dat wel. Als je, allee. Ja, daar kun je geen spijt van hebben. Als dat moet gedaan beter zijn... Beter dan in de lijst. Ja, omdat dat zo... Je daar botst tegen iets en dat gedaan is. Ja, dat is onnozel. Oh. Maar ja, dat wel, ja, inderdaad. Mensen vergeten... Ik vergeet dat ook zo, dat jij 61 zei. Ja. Ik kan er soms wel triestig van. Triestig ook? Ja, dat is wel... Wat gaat zo rap, jong. Ja. Miljard.
Ja, maar we moeten wel, uiteindelijk moeten dan blij zijn, denk ik, dat je zo die... Dat je zo oud mocht worden. Nee, maar dat je ook nu nog de dingen kunt tonen. En zelfs dat er nog evolutie is. Ah, wel, dat is wel zo. Meestal is er geen evolutie niet meer. Ja. Ik zou nu... En eigenlijk, ik denk, mocht ik... Ja, mochten die opportuniteiten er niet gekomen zijn? Of, maar ik sta er ook voor open. Hè. Maar stel dat ze niet zouden gekomen zijn, dan zou ik ook blij zijn om daar nooit... rustig af te bouwen. Nee, jij zet zo. Nee, ik denk het ook niet. Maar dan verzinnen we weer nieuwe dingen. En dan... Nee, het is dat. En ja, ik bedoel, als je een creatief huis bent, zoals wij dat zijn, nee, dat is ook, ja, dat is ons job ook. Ja, dan moet je kunt voor andere mensen creatief zijn, maar moet het voor jezelf ook zijn. Hè. Ja, voilà. Allee, of, ja, dat is net het leuke. Dat is zo... En dat ook. Ja, iets nieuws. Dat is zoals... we hebben nu iemand in de familie of die een appartement ontzoeken is en zo. Dan was ik ook aan het denken, dat zijn zo... Voor veel mensen zijn dat zo de... opwindende momenten in je leven. Hè, ja, van die, dat is ook wel. Hè, zo die beslissing nemen van, oh, dat kopen van, hè, dat gaat over heel veel geld, over een lening, over, en dan dat verhuizen en zo. En dat zijn zo echt topmomenten. Maar ik denk dat, als je, zoals wij in die creatieve sector, wij hebben dat in het klein ook, allee, zo, bijvoorbeeld zo een première die eraan komt, ik kan dat toch vergelijken met het aankopen van een bouwgrond. Hè? Allee, zo, zo van gevoel. Hè? Ja, maar jij toch ook, als je verandert van job, als je iets anders doet, je begint met een project, zeg je, dan ga ik een tv-programma maken, een podcast, een tv-programma. Ja, okay. Ik zeg ja, op die manier, dat is die ja, is eigenlijk ja, dat moment bij de notaris. En, ik denk in een creatief beroep, en zeker als je... als je creërend bent, is dat, ik vind dat, ook is wel, dat soms wel fijn, een voordeel. Creatieve vind ik tof, maar het is ook wel soms afmattend, omdat je voelt van dat je hoofd... Ik zou soms ook zo voor mezelf gewoon... soms denk ik, allee, zijn nu eens gewoon blij met een job dat je zegt van 9 tot 5 of zo, maar dat word ik na een week word ik dat beu. Hè. Ja. Ja, maar dan is het zo, hè. Ja, dan, Maar toch, soms denk ik wel van, waarom heb ik die rust daarvoor niet of zo? Ja. Dat zou het leven wel gemakkelijker maken. Ja, maar ook natuurlijk. Weer saaier misschien. Ja, maar iets, ik denk dan iets vlakker. Hè. Dan krijg je een vlakker bestaan, waar niks fout mee is. Hè. Nee, maar zo, dat maakt... Het feit dat ik die prikkel, en jij ook, hebt ook die prikkel van altijd nieuw en altijd iets nieuws. En, en dat is uw naad. En bezig blijven. Dat is uw naad. En je hebt dat nodig, dus dan mag je er ook geen spijt van hebben, van de nadelen ervan. En de nadelen zijn natuurlijk inderdaad dat je... Je hebt mijn hoogtes en laagtes. Dat je niet tevreden bent met, met gewoon loodgieterijwerk of boekhouding of zoiets. Maar nee, maar safari. Maar dat hoort erbij. Hè? Dat was eigenlijk een lang antwoord op je vraag van hoe was de zomer. Ja. Toch? Dat was de vraag eigenlijk. Dat is een goede zomer eigenlijk. Hè? Ja, maar is ook, ik heb ook het gevoel, dat is wel raar. Eind augustus begin je toch zo dat gevoel te krijgen van, we gaan naar het einde, hè. Dat is een ambetant gevoel, vind ik. Ik hou het eigenlijk meest van de zomer. Ja, en het leukste is zo ergens de periode eind juli. Dan dat is eindeloos. Dan is het eindeloos. En dan heb je even die eerste prikkel van, we zijn augustus. Hè? De zomervakantie is half. Ja. Maar dat vergeet je dan. Maar nu, vanaf de 15e augustus, weet je van, er hangen al bordjes in staat van terug reclame, naar school. Reclame. Terug naar school. Met rugzakken. Met dingen, met schriften en zo. En fluo-stiften in de Lidl. Hè? Toch, hè? Ja, dat is de harde. En dingen ook nieuwe schoenen en zo van die dingen. Hè? Nieuwe schoenen voor het nieuwe schooljaar. Ja, dat is nu, hè. Ja. Dat is de periode. Hè. Ik herinner me nog van mijn jeugd ook. En ik weet dat zelfs nog. Ik kan me nog een moment herinneren dat dat pijn deed. Je kent de Jezusstraat, hè? De Jezusstraat die uitkomt die van de bussen en die gaat die naar de Meer. Ja, En als je de Jezusstraat inliep, en ik liep met ons moeder de Jezusstraat in, en dan hadden we de Innovation. En dus dan zie je die grote ramen van een Inno en daar stond dan terug naar school. En dat was ergens zo. En dat, mij deed dat altijd echt pijn in mijn hart, hoor. Als kind, hè? Ja. Ik heb echt een kribbel, Petra. Ik wou even oesten, hè? Sorry, hè. Ja, dat gebeurt, hè. Is dat een hoestknop dat je hebt? Ja, ik probeer nog eens. Doe nog eens. Ja, dat komt dan door mijn micro door. Oké. Okay. Ik weet, bij de radiopresentator heb je toch een hoestknop. Wacht, hier is nog een ander knopje. Doe eens. Ja, nu was hem weg. Echt? Ja. Ja, maar... Nu zijn we terug. Maar jij weet niet wanneer ik ga hoesten, hè?
Ja, ik zal met, moet ik mijn knop, mijn vinger op de, mijn knop op de vinger dan houden? Dan doe ik zo. Vinger... Nee, doe, ik knip en dan doe jij de hoest. Nee, maar meestal, ik, je ziet dat wel aankomen omdat je ogen wat nat worden. Ja, Petra. Goed? Ja? Niemand heeft iets gehoord. Hey, dat is ik heb geweldig hoesten. Ik vind dat wel irritant, mensen die hoesten in een podcast. Ja, want maar... dat maakt echt soms echt ja, veel lawaai. Ja, ik kon niet anders. Maar kan het knippen ook, hè? Ja. Kan het knippen ook, je kunt het ook hè? Knippen, maar ja. Je kunt hoest knippen, wauw. Hoe tof is dat? Ja. Ja. Ja, maar ja, terug naar school. Voilà. Zeg, en ja, het is een beetje het is interactief. Ja. Deze, kun je al een sluier... een tipje van de sluier oplichten over de gasten van het volgende seizoen? Ja. Ik vond het al indrukwekkend. Echt? Ja, vond het wel. Ik vind toffe gasten eigenlijk al. Ja, het is ook weer een brede... De waaier is breed. Ja. En dat vind ik heel fijn. Ja, veel vrouwen ook. Zeker. Maar daar let ik eigenlijk niet echt op. Want ja, dat is zo wie dat op mijn pad komt. Dat ik denk, oh, dat is misschien wel een ja, maar ik vind uw verdeling. Leuke persoonlijkheid. Allee, of, we hebben geen quota. We zijn geen quota. Wat een zegen. Wat ik echt super moeilijk vind, is dat aan mensen vragen. Oh, nee, dat vind ik raar. Zo wel wat stress ja, voor. Dat vind ik raar. Maar dat, ja, waarom? Ja, omdat je niet... Je moet u daar niet... Maar meestal nu zit ik wel zo in de fase waar mensen het kennen. En ja. Ze kennen meestal ook al iemand die is langs geweest. En het was tof. En... Ja. Maar dat blijf ik toch wel... Allee, ik denk dat je vinden. Eigenlijk vergeet dat... Dat is heel vaak zo dat mensen in één richting denken. Dus je denkt in de richting van... Ik ga iets vragen aan Jeff Vermassen. Of wie je er nu voor pakt? Willy Sommers. Willy Sommers of dingen komt binnenkort. Ja, dus ik ga nu naar Willy Sommers en ik ga hem een vraag stellen. En dat is dus enkel richting denken. Ik denk van, ik ga dat vragen, dus hij... Ja, hij gaf voor mij iets doen. Maar je vergeet ook dat mensen vereerd zijn. Ik ben ook, als ze mij iets vragen... Dat weet ik niet. Jawel, dan zeg je, oh, maar ik ben blij dat je het vraagt. En mensen dat ook zelfs interessant vinden, mm-hmm. om dat te doen. Het gaat, vaak gaat het effectief over tijd. Als jij in Brussel woont of gewoon in Aarschot en je moet naar hier komen, ja, dan moet je wel een halve dag rekenen, want je moet alleen toch een aantal uren... Ja. Of je moet hier zijn en je moet dat echt mooi kunnen combineren. Het is niet zo eenvoudig. Het is echt wel een vraag. Je vraagt wel iets. Het moeilijkste is het vragen. Ik vind dat. Ja, maar je mag echt niet denken van dat het enkel een vraag... Allee, dat jij de... Allee, snap je dat het één richting is? Het is... Maar meestal... meestal... Iedereen is hier denk ik al wel blij buiten gegaan. Ja. Want ik heb eigenlijk nog niet gehad van... Tuurlijk. Oh, dat viel tegen of zo. Nee. Maar dus... klopt dat aan Willy Sommers? Ik hoop het, ja. Ah, okay. Ik hoop het. Yes. Oh, ja, als hij niet afbelt. Ah, ja, okay. Kun je nog wat namen of niet? Nee, voor de rest ga ik nog niet veel zeggen. Allee. Ja, ik vind Nee, maar dat niet tof is. Ik vind het ook leuk dat mensen zo dan verrast zijn. Dat je zo, als je daarop abonneert, dus abonneer u. Dat is echt ook leuk voor mij. Abonneren dat is mensen. Ja, maar ik heb dat eigenlijk nog nooit gevraagd. Maar dat is eigenlijk wel tof dat mensen zich abonneren. En waarom is dat leuk voor u? Omdat ik dan zie hoeveel mensen dat er geabonneerd zijn, dat kan ik zien. Ah, ja. Maar het leuke is, als je geabonneerd bent, dan komt die podcast automatisch... Als er een nieuwe aflevering is, krijg je die automatisch in je app. En dat is tof. En is dat moeilijk, je abonneren? Nee, dat moet gewoon klikken. Gewoon klikken? Abonneer. Ja. En als je het niet leuk vindt, niet meer abonneren. Het is wel raar dat mensen dat dan niet altijd doen. Nee, ik weet het, ja. Ja. Als ik dat zie, dus dit is een vraag aan de mensen die ons goed gezien zijn, of u goed gezien zijn. Het is gratis, hè. Het is gratis. Ja, waar vind je nog een gratis abonnement? Inderdaad. Hopla. Inderdaad, Herman. Ja. Dat is waar. Nee, maar dat is ook leuk, omdat je dan... Ja, mensen, als ze zich abonneren, dan zijn ze dan zo een groepje. Op Instagram is dat ook. De mensen die je volgen, ja, daar babbelde dat mee. Ja, of die sturen een berichtje. Ja, de Fritcast Club. En dat is ook wel tof. Dat is leuk, ja. Ja, dat is plezant. Je bent iemand, want je bent een lid van de Fritcast Club. Ja. Zoals je bij de scouts is, een scout. Als je bij de scouts ja, nee, maar dan weet ik ook wie dat er luistert, hè. Ja. Ja, dus allee, dat is wel plezant. Oh ja, oké. Okay. Dus, wat zien dat gaat nu massaal... Het is nu mijn derde seizoen al. In oktober. Maar bon. Nee, proficiat. heb jij een aantal? Allee, weet jij van... Het is nu de volgende is de zoveelste? Nu is de aflevering 74. Echt? Ja. Ah. Ja. 74 mensen zijn hier al... Allee, ja. Buiten mij pakken dan... Ja, jij bent eigenlijk gemakkelijk. 70 man. Ja, maar nee, toch gemakkelijk 70 mensen. Ja, dat 70 hier... mensen zijn hier. Allee, jong. Ja, zot, hè. Ja. Ja, proficiat. Nee, dat is echt wel wat. Ik hoop dat ik er nu nog zoveel vind voor dit seizoen. Maar dat zijn er geen 70 per seizoen, hè. Nee, 40. Het zijn 40 afleveringen per seizoen.
Dus ja. Het ja, getal, dat is wel pittig, hè. Ja, het getal bijt wel wat, hè. Maar ja... Maar toch is dat ook leuk, dat ik zo... Nu bijvoorbeeld in de vakantie krijg ik dan berichtjes van mensen van ja, ik ben er eigenlijk al door. Ja, dat is wel stom dat je stopt in de vakantie, maar ja... Nieuwe content. Wij willen nieuwe content. Ja, maar ja, ja. Als je dat alleen doet, mag hier altijd iemand ook redactie en zo ja. meehelpen. En, Allee, dat mag altijd, maar... En zijn er vernieuwingen? Zijn er... Voorlopig ja. blijven we bij het oude. Ja, dat is goed. We zijn nu wel niet begonnen met de frietvraag, maar ja, oké. Okay. Ja, trouwens... Wat, hè? Ja, stelt die maar die frietvraag. Stel die die frietvraag. Nee, nee, gewoon. Er is bij mij iets enorm veranderd, hè. Ah, allee, Herman, ja? Als je naar de frituur gaat, wat bestelt je dan? Ah, ja, ik heb er zo over nagedacht, want dat is bij mij... Nee, nee, maar er is echt iets veranderd. Ja. Oh, dat mag ik toch vertellen. Ah, doe maar. Heel veel mensen die hier komen, en jij zegt dat ook altijd, je zegt, heel veel mensen hebben altijd dezelfde bestelling. Mm-hmm. En ik ken dat gevoel. Hè, zo van, oh, ik pak hetgeen dat ik ken, het is daar dat ik goesting voor heb. Ja. Ik neem geen risico's, hè, want ik wil nu mezelf verwennen en dan gaan we geen risico's nemen. Ik heb dat ook lang gehad. Bij mij was dat dan... Dat ging over gewoon frieten. Soms is stoofvlees saus, soms is stoofvlees, soms is een satéke. Allee, zo, ik wisselde zo wel wat af, maar het zat altijd wat in hetzelfde. Wat ik nu ontdekt heb, is... ik heb ene keer zelf, of vers, ze noemen dat dan zo de zelfgemaakte tartaar van de Fritworld. Ik krijg al honger. Ja. En ik vond dat zo goed, dat ik nu... Want ik was iemand die nooit saus vroeg in de frituur. Ik vond thuis de beste saus. Ik vind dat de saus in de frituur kwalitatief niet goed genoeg. Zeker de mayonaise niet. Ik vind dat, hè. Maar dat is mijn gevoel. Daar hebben we het al over gehad. Ja, we hebben het over gehad. Maar goed, daar gaan we het niet meer over hebben. maar, dus nu, die een tartaar, dat vind ik een punt. Dat is echt goed. Ja, dat is echt zo met stukjes uien en met denk ik zelfs uieringen. En, echt goed, hè. Echt lekker, hè. En dus nu neem ik meestal een frietje met die tartaarsaus erop. Eerst steek ik het in een potje, maar dan krijg je dat ook te weinig. Mm-hmm. Als ze het erop doen, is dat meer. En dat is eigenlijk beter. En dan neem ik daar iets bij, hè. Een saté nog of zo. Hè. De laatste keer heb ik zelfs niks erbij genomen. Ja, was gewoon pak. Omdat ik 's middags al warm had gegeten. Herman, ik moet u ook iets bekennen, hè. Jij? Ja, ik heb gisteren ook frieten gegeten. En eergisteren ook. Nee. Maar is het echt wel? Ja, echt. Nee, ja. Mm-hmm. Ik was gisteren niet thuis. Ik was niet thuis. Oh ja, je wou niet meer, hè. Mm-hmm. Dan zit ik al dat frieten te eten. Mm-hmm. En de dag ervoor moest ik werken. Heb ik ook frieten gegeten? Ja, kijk. Laten we op deze vrolijke noot afsluiten. Allee, Petra. Ja. Maar denk ook een beetje aan je gezondheid. Is het niet een beetje... Ik heb ervan genoten. Dat is goed voor mijn ding. En je gaat nu zoiets van... En vandaag nu even kan ik twee nog... weken niet? Nee, nee. Als jij nu zegt... Gaan we frieten eten? Nee, dat gaan we niet doen. Zie je wel. Het zou eigenlijk... Als er dan een dag zou zijn... Het weer al. Jij had proactief moeten denken van... Ah, wacht, ik ga geen frieten eten in Meren. Ik ga geen frieten eten die een avond dat ik moest werken daar. Mm-hmm. En... Ja, we gaan frietkastopname doen en dan ga ik mezelf trakteren. Ah, dat was ook een goeie geweest. Ja, waarom heb je dat niet... Ik heb daar niet... Het kan nog, hè. Jij denkt ook, als het over frieten gaat, denk je alleen maar aan je eigen. Het zal wel zijn. Ja, maar dat verbaast mij ook niks. Maar ik moet wel oppassen. Ik let wel op je gezondheid. Ik wil gewoon je gezondheid. Ah ja, maar dat is goed. Jij bent mijn dingen, hè, mijn coach. Ik heb al veel groente gegeten deze week, niet toch, hè? Ah ja, ik kun je wel speciaal, hè. Ja. Ik heb gisteren groente gegeten. Ah ja, oké. Okay. Tof voor u. Lomo, hè. Okay. Lomo, gepekeld varkensvlees met groenten. Amai. En trouwens, om eerlijk te zijn, er waren ook frieten bij. Ja, maar ja, okay. Dat is erbij. Nee, er waren groenten bij. Ja, ja, okay. Ja, nee, maar er zijn ook echt niet zoveel frieten. Nee. Dat meen ik echt. Ik heb wel dingen, kippenvleugeltjes gepakt. Amai. Dat is gezonder, hè? Ja. Dan een curryworst of zo, gisteren. Is dat gezonder? Ja, dat wordt ook in vet gewoon gebakken. Dat zijn proteïnen, hè? Ja, maar dat is niet, hoe zeg je dat? Niet overbewerkt of zoiets. Ah, wel, voilà. Ja. Ik dacht van, ja, kijk, stel dat het ooit uitkomt, heb ik toch... Allee, ja, ik heb er toch over nagedacht. Maar goed, het verbaast me niks. Dus deze week twee keer, hè? Mm-hmm. Mm. Dan worden er dus drie, hè, beste luisteraars. Dat kan. Ja. Ze biedt nog eens... Nee, we gaan iets anders doen. Maar ja, je ziet er toch maar altijd goed uit. Altijd met gezicht worden. Die, en dan denk ik, wat is dat? Laat dat een... Amai. De frietunie zal blij zijn met deze boodschap. Ja.
Petra de Pauw, 3 keer per week fritten. En eigenlijk zie je er vrij goed uit. Waarom wandel ik zoveel en zo? Waarom wandel ik zoveel? Ja, maar dat ken ik. Ik doe dat ook. Hè. Ja. Voor mij is dat ook sporten om te kunnen... Ik word daar ook gelukkig van, dus allee, gun het mij gewoon echt. Ja, ja. Lieve Herman, bedankt dat je naar boven bent gekomen. En, heel tof. Ja, is er al een korstje op mijn wonden? Het is al aan het helen. En ik wens u heel veel succes met kram. Dank u, vriendelijk. Dat gaat goed komen. Ik hoop dat er publiek is ook. Dus mensen, ik hoop het. Steun Herman en kom af. Nee. Dat worden leuke avonden. En succes. Dank u wel. Hey, wauw! Met Petra de Pauw!